Kennelijk werd Giselda Molemans het een nukertje van de chef genoemd. Dat is de cultuur die daar heerst, zegt ze daarover. Daarom keek ik er niet van op toen Smeets over tennister Steffi Graf zei dat hij hem daar wel eens tussen zou willen hangen. En ook niet dat redactieleden aan mij vroegen of ze na als Demir, de trotspresentatrice die bij mij kwam buurten, het een beetje kan. Maar je snapt, zo'n opmerking, nota bene gemaakt in een volle redactieruimte, dat voelt niet fijn. Oh, zo werkt dat hier, vervolgt Giselda Molemans. Hij was me aan het testen. Kijken of ik breek. Dat gebeurde niet, maar neem van mij aan, daar word je natuurlijk wel verdrietig van. Volgens de vrouw vulde de ruimte zich niet met schaamte, maar werd en vooral veel gelachen. Iedereen lachte keihard mee. Zoals dat altijd gebeurde wanneer de grote mannen wat zeiden. Iedereen wist, als je gedienstig bent, mag je misschien mee naar het buitenland. Of zit er een vast contract voor je in. Daarom had Smeets altijd een groepje paladijnen om zich heen. Ze waren allemaal onderdanig. Dat zag je wanneer hij op de redactie kwam, dan viel het ineens stil. De mannen van het programma worden door Giselda Molemans Studio Sport Referencemen genoemd. Wat bedoelt ze daarmee? Ze zijn wit, gemiddeld 180 centimeter en hebben een grote bek. Schreeuwen is volgens de vrouw de norm, bij gebrek aan argumentatie. Ik had een aardig portfolio opgebouwd toen ik solliciteerde, op basis van meer dan 10 jaar ervaring. Had John Senroog geïnterviewd. Yannick Noah, Erik Heiden? Maar wat krijg ik te horen? Dat ik vanwege mijn jukbeenderen ben aangenomen. Dat ik het eunuketje van de chef was. Thank you.